Welkom bij weer een nieuwe Mietengrower, of eigenlijk kan ik beter zeggen Mietenmember. Dus vandaag gaan we langs bij een deelnemer van Perennial Power, wat geen kweker is, maar een exporteur. We gaan namelijk langs bij Pierre den Oude Plant en ik heb je afgesproken met Arjan. Laten we gaan kijken of die er is. Hoi, goedemorgen. Welkom. Kom verder bij Pierre den Oude Plant, daar had ik het bedrijf zien. Ja, leuk. We zijn bij Pierre den Oude Plant. Jullie zijn een exporteur. Kun je misschien wat over Pierre den Oude Plant vertellen en wat een exporteur zijn nou eigenlijk precies inhoudt? Zeker. Pierre den Oude Plant is een handelsbedrijf gespecialiseerd in tuinplanten. Dus niet alleen vaste planten, maar ook bomen en heesters. Onze exportlanden zijn hoofdzakelijk Engeland en Duitsland. En wij proberen onze planten goed mogelijk te helpen met de behoeften die ze hebben in tuinplanten en vastgrond. Nou, zoals je ziet, dit is waar het gebeurt. Hier worden alle planten verpakt en verzameld en verstuurd naar onze klanten. En waar gaan nou eigenlijk al deze planten heen? Naar wat voor soort bedrijven? Kunnen bijvoorbeeld de consumenten jullie planten in het tuincentrum zien? Nou, eigenlijk hebben wij heel veel klanten en gaan al onze klanten naar eigenlijk alles behalve tuincentra. Dus we doen groothandel, we doen retail, we doen aanlegprojecten, al dat soort projecten, maar eigenlijk geen tuincentra. Nou, zoals je ziet, het assortiment is enorm breed. Dat is ook wat wij proberen voor onze klanten. Dat ze op één punt alle producten kunnen krijgen. Dat is ook een beetje onze rol in de keten. We proberen de logistieke kosten te minimaliseren. Één aanspreekpunt. En het ontzorgen van onze klanten voor het gehele pakket aan planten. En zoals je ziet, soms lijkt het niet veel. Nee, dit ziet echt een beetje uit als een dode boel. Maar als je dan goed naar het wat er in de pot zit, dan gaat hier de klant absoluut blij van worden. Ja, want bij vaste planten gaat het om de wortel, toch? Bij vaste planten gaat het om de wortel. Arjan, ik kan me voorstellen, op een dagelijkse basis komen er heel veel verschillende soorten voorbij. Maar heb je eigenlijk een favoriete vaste plant? Dat is een goede vraag. Ik heb heel veel favoriete planten. Eentje die eruit springt, is toch wel de Erigrom. Erigrom ziet er nu nog een beetje zacht en groen uit. Ja, ik wil net zeggen, want nu is het ziet er niet heel spannend uit. Maar zet hem in je tuin. Hij bloeit de hele zomer met wit, een beetje roze-achtige bloemen. Daar heb je echt heel veel plezier van. En het is echt bijna in elke tuin toe te passen. Iedereen heeft er profijt van. Doen jullie nu eigenlijk nog wat aan duurzaamheid? Nou, wat wij proberen is zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. En als we verpakkingsmateriaal gebruiken, zoveel mogelijk herbruikbare verpakkingsmaterialen of zeg maar meermalig fust. Is dat, bedoel je dat met deze kratten die we hier zien? Ja, zoals bijvoorbeeld deze kratten. Deze kratten die gaan naar de klanten toe en die komen dan leeg weer terug. Of zoals deze karren, die worden gewoon verschillende malen per jaar worden gebruikt. Jullie zijn deelnemer van Perennial Power. Waarom zijn jullie eigenlijk deelnemer geworden? Wat is eigenlijk jullie belang erbij? Top, wij zijn deelnemer van Perennial Power. Enerzijds omdat wij samenwerking binnen de keten heel erg belangrijk vinden en de deling van kennis heel erg kunnen waarderen. Daarnaast dragen wij de gezamenlijke promotie van vaste planten en warm hoor. Nou, bedankt Arjan voor de rondleiding en dat ik een kijkje mocht nemen op jouw bedrijf. Graag gedaan. Nou, ik zal je vandaag nog wel even helpen met bestellingen klaarzetten. Nee, dat is hartstikke wel. Ja. Nou. Volgens mij is het druk zat. Nou, tot de volgende keer, hè? Nou, mijn werkdag bij Pierre den Oude Plant zit erop. Ik zie jullie weer bij de volgende Mietenmember. Doei doei!